Wesley Snyder, voormalig topvoetballer, kreeg maandagavond tijdens de uitzending van Veronica Offside onaangename confrontatie met zorgwekkend nieuws over zijn betrokkenheid bij amateurclub DHSC. Deze Utrechtse voetbalvereniging, waar Snyder momenteel vrijwillig werkzaam is uit liefdadigheid, verkeert in ernstige financiële problemen met een schuld die bijna de grens van 200.000 euro nadert. Deze zorgwekkende situatie werd bevestigd door ad interim penningmeester René Lenze, die afgelopen weekend aan het Algemeen Dagblad details verschafte over de penibele financiële toestand van de club. Naast de dreigende financiële ondergang staat DHSC ook in het middelpunt van aandacht van het ministerie van VWS, dat momenteel een onderzoek uitvoert naar mogelijke fraudepraktijken binnen de club. De gemeente heeft eveneens de alarmbellen laten rinkelen door een biboponderzoek te starten, gericht op het doorlichten van de integriteit van de club. Deze onthullingen werden met verbazing en zorgen ontvangen, vooral gezien het feit dat Wesley Snijder, een voormalig icoon van het Nederlandse voetbal, nauw betrokken is bij DHSC. Tijdens de uitzending werd Wesley Snijder door presentator Wilfred Gené geconfronteerd met de talloze problemen waarmee de club kampt in een poging zijn betrokkenheid te verduidelijken haastte snijder zich te verklaren dat hij geen formele bestuurlijke functie binnen de club bekleedt laten we duidelijk maken dat ik geen bestuurlijke functie heb aldus snijder ik zal er niet voor opgesloten gaan worden de oud voetballer die eerder als interim hoofdtrainer bij DHSC diende en momenteel diverse taken vervult bij de club waar zijn illustere voetbalcarrière begon Benadrukte zijn rol als supporter en zijn maatschappelijke betrokkenheid. Ik ben net als al die mensen die komen kijken daar ook gewoon supporter van de club. Ik heb me ingezet in een stukje maatschappelijk, omdat er veel problemen in de wijk zijn. Dat zie je nu ook weer aan dit soort dingen. Terwijl de onderzoeken van het ministerie en de gemeente voortduren, blijft de oud voetballer volhouden dat hij bestuurlijk niets verkeerds heeft gedaan. Dat al deze onderzoeken lopen is voor mij nieuw. We hebben een groepje dat dit soort problemen op moet lossen, maar we hebben wel te maken met dat wij uit een achterstandswijk komen. Dat is lastig. Het is wel vervelend, maar ik zal niet opgesloten gaan worden, want ik doe bestuurlijk niets, besluit Wesley, terwijl de schaduw van mogelijke ongeoorloofde activiteiten over DHSC blijft hangen.